Ja, Heracles staat aan de vooravond van het Europese avontuur. Hoe leeft dat in de groep? Ja, je merkt aan iedereen van, nou ja, wat zal er gebeuren? Het is natuurlijk totaal een tegenstander dat we gewend zijn, het Portugese team. Ja, wat moet je verwachten? Dat is dan een beetje de vraag. Maar we hebben wel allemaal zoiets van, oké, weet je, het is gewoon haalbaar. Voor hun is het ook volgens mij je eerste Europese avontuur. Net zoals voor Heracles. Dus ja, iedereen schat de kansen gelijk in. En dat is voor ons extra motivatie natuurlijk. Het is wat anders dan als je tegen een West Ham zou moeten. Dus ja, wij moeten gewoon echt alles aan doen om hier een ronde verder door te komen. Hoe lastig is het, de competitie is nog niet begonnen, om dan meteen al zo'n wedstrijd te moeten spelen? Ja, uiteindelijk doe je hetzelfde, denk ik. Alleen dit is wat specialer. Maar ja, in de competitie moet je ook gewoon helemaal klaar voor staan. En ik denk dat we dat nu hetzelfde doen. Ja, en de oefenwedstrijden die we nu hebben gehad, ja, dan moet je toch wel een goed niveau hebben gehaald. En dat zijn eigenlijk de testen als voorbereiding op de komende wedstrijd en het veld. Is er ook spanning in de groep? Of is het... Nou, het is zeg maar iets unieks, een avontuur. Je merkt gewoon, ja, het is enthousiasme. Niet echt, ja, spanning hoort er natuurlijk bij. Maar ik denk dat het vooral is na aanloop van die wedstrijd, misschien dag van tevoren of wedstrijddag. Dan zal je het echt gaan beleven met de groep van, nu moeten we klaar voor staan. Nu is het nog vooral enthousiasme. Tegen wie hoop je in de tweede ronde? Nou ja, er zal weer een hele lijst beschikbaar zijn. Ik hoop gewoon ook een heel mooi team met een groot stadion. Zo. Dat zou ook wel mooi zijn. Maar uiteindelijk wil je gewoon een ronde verder, dus daar hoop ik op. Die tweede ronde gaat er komen, toch? Die gaat er komen. Ja, daar ben ik voor overtuigd.